Smile without your eyes. Hey, wist jij dat Nijmeegse ambtenaren geen gebruik meer mogen maken van TikTok op hun werkmobiel? Dat is vanwege de privacygevoeligheid. Maar wat vinden we daar eigenlijk van? Voordat we naar de reacties op straat gaan, leg ik eerst even kort uit wat precies de situatie is. Rijksambtenaren mogen sinds eind maart niet meer met hun werkmobiel op TikTok. Het kabinet volgt hiermee het advies van inlichtingendienst AIVD. En in dat advies staat dat voor alle apps die in beheer zijn van landen met een offensief cyberprogramma, gericht tegen Nederland en Nederlandse belangen, sprake is van een verhoogd spionagerisico. Hoewel het land niet bij naam wordt genoemd, gaat het om China. Voor gemeenten geldt het advies van de AIVD niet, maar toch twijfelen gemeenten om dit beleid door te voeren naar hun eigen ambtenaren, zo ook de gemeenten Beuningen, Druten en Wijchen. De gemeente Nijmegen kwam maandag met het nieuws naar buiten dat TikTok voor hun ambtenaren inmiddels wel verboden is. Nou, als gemeente heb je best wel veel gevoelige informatie. Denk maar over mensen met uitkeringen bijvoorbeeld. Er zijn ook best wel mensen met toch wel kwetsbare posities. En die gegevens die houden wij ook. Dus we vinden het belangrijk om die goed te beveiligen. Wij kijken niet mee op de telefoons van de ambtelijke organisatie. Maar we gaan er wel vanuit dat als wij een verbod opleggen, dat dat inderdaad opgevolgd wordt. Er zijn ook andere sociale media platforms. Denk aan Meta, Facebook, WhatsApp en zo. Dat valt er allemaal onder. Die kunnen ons toch ook afluisteren en zo. Nou ja, ik denk niet dat ze dat kunnen, maar het gaat over het advies van de AIVD. En die hebben China geclassificeerd als land met een mogelijk offensief cyberprogramma gericht tegen Nederland. En de VS valt daar niet onder. Dus daarom hebben wij het op deze manier alleen op TikTok. Ja, maar ik denk namelijk dat het wel kan. Want ik heb het wel eens bijvoorbeeld over een bepaald product. En dan 5 minuten later zie ik het in de reclame van Instagram voorbij komen. Ja, goed. Ik weet ook niet wat het geheim is van Facebook daaromtrend, maar ja. Dat kan ik niet zeggen. Nee. En stel, misschien een beetje een gekke vraag, maar ik heb op mijn privételefoon als ambtenaar wel TikTok en ik neem die mee naar mijn werk bijvoorbeeld. Dan kan die privételefoon toch ook nog de boel afluisteren? Nee, want het gaat denk ik over de informatie die op de telefoon zelf staat. Mm-hmm. En op de privételefoon staan geen gemeentes van of geen informatie van de gemeente. Alleen persoonlijke informatie. Wat vindt u ervan dat het verbod of dat TikTok wordt verboden op de werktelefoons van ambtenaren? Nou, ten eerste, ik ken het hele TikTok niet. Dus ja, mij zegt het niet zoveel. Ik heb gehoord dat er mogelijk spionage of vanuit China. Ja, als dat zo is, moet je dat doen. Dus niet voor op een werktelefoon, denk ik. Ik denk dat de privacy wel heel belangrijk is natuurlijk, want ze kunnen gevoelige informatie op die telefoons hebben staan die je natuurlijk niet wilt dat ze verspreiden. Ik vind het de verantwoordelijkheid van degene die het gebruikt. Nou, ik vind het niet normaal eigenlijk, dat je toch in deze tijd toch op je woorden moet laten alles. TikTok? Ja. Nee. Moet Instagram en Facebook en WhatsApp zo daar hetzelfde voor moeten gelden als dat verbod dan toch al voor TikTok geldt? Ja. Ja. God, wat een vage meid. Jezus, want ik heb er nog nooit over nagedacht. Ja, ik vind sowieso dat ze de hele sociale media eruit moeten flikkeren. Dus voor mij mag het maar. Nou, ik weet niet of die dezelfde privacy afnemen als TikTok. Ik denk het niet eigenlijk. Dus nee. Ik denk dat die apps beter beveiligd zijn. Ja, denk ik dus, ja. Als er wordt bewezen dat deze ook die data zullen stelen, dan zal dat ook al een goede optie kunnen zijn natuurlijk.